Ja, daar zijn we dan. Eigenlijk aan het einde van de E3-periode. We hebben PlayStation gehad. Summer Game Fest hebben we gehad. Xbox hebben we gehad. Square heeft wat gedaan. Capcom heeft gedaan. Ubisoft heeft wat gedaan. PC Gaming Show. En in dit item gaan we eigenlijk een beetje bepalen of dit een beetje opweegt tegen alles wat we de voorgaande jaren hebben gezien tijdens de E3. Is dit een goede manier om verder te gaan, nu er eigenlijk niet echt meer een fysiek evenement is? Alhoewel de Summer Game Fest wel een soort van fysiek onderdeel had waar je games kon spelen. En of we een beetje weggeblazen zijn. Zijn we klaar voor 2023? Was het vet? Je moest de Devolver nog trouwens. Sorry, de Devolver ook nog een keer. Ja, Future. Ik bedoel, er is best wel veel geweest, maar we hebben natuurlijk niet alles getoond. Het lag vaak ook ver uit elkaar en... Ja, soms zijn het niet de meest interessante games, soms weer wel. De pareltjes halen we er wel uit. Hoe heb jij het beleefd, Skate? Oh, ik dacht dat je eerst naar Koos wil. Nee, maakt me ook niet uit. Ik dacht, jij doet je mond open, dus jij bent de eerste. Sorry hoor. Nee, dat maakt niet uit. Nou, dan doen we Koos wel. Hoeft niet meer. Nee, dat hoeft het niet meer. Skate. Nou, ga jij maar, Skate. Ik verwachtte er niet heel veel van. Ah, kijk eens, de Skate approach. Maar natuurlijk. En dat zorgde er wel voor... Van. Bar weinig inderdaad, ja. Ja. Maar het zorgde er uiteindelijk wel voor dat ik... ik ben wel lichtelijk positief hier uitgekomen, om eerlijk te zijn. Je hebt genoeg fraais gezien voor de komende tijd. Ik heb nergens echt genoten. Oké. Okay. Maar ik heb genoeg gezien aan vergezichten en releases die wat dichterbij zitten. Die mij aanspreken. En kijk, weet je, het is... Je moet het op twee manieren zien natuurlijk als game critic, game recensent, game liefhebber die hier aan zo'n tafel zit. Je moet je eigen smaak natuurlijk laten meewegen, maar je moet ook elke keer weer je proberen te verplaatsen in de gamer als het ware. Ja. Niet alle games die ik tof vind, vinden andere mensen tof en vice versa. Dus het is heel makkelijk om dan mijn presentatie te zeggen, ik vind het niks, dit is kut. Ik vind het ook niks, dit is kut. Ja. Nee, op dat moment moet je gewoon even je werk doen, als het ware. En even in die huid kruipen van de mensen die het wellicht wel tof zouden vinden. In dat opzicht vond ik bijvoorbeeld de Ubisoft-presentatie heel erg polariserend. Kijkend ook naar de reacties van mensen in de chat en dergelijke. Want je had gewoon een groep mensen die echt blij waren van een aantal releases. Ja. En je had gewoon die groep mensen die het helemaal kut vonden. Dus dat maakt het dan weer iets moeilijker. Dat was nergens echt eensgezindheid voor mijn gevoel. Al was de Xbox Showcase overwegend als positief ervaren. Ja. En dat begrijp ik. Ik begrijp ook dat bij de PlayStation Showcase van een tijdje terug, van een paar weken geleden, iets meer kritiek was. Ik denk meer... Teleurstelling. Teleurstelling misschien inderdaad, ja. Omdat er wat minder getoond werd voor de komende twee jaar, als het ware. Maar gewoon resumerend, als ik dat nu al even mag doen, denk ik dat ik toch wel, ja, ik heb een leuke week, een leuke anderhalve week eigenlijk wel. Best een interessante week gehad. Oké. Okay. En jij, Koos? In acht nemend dat er dus geen E3 is, was ik toch wel bijzonder positief over de hoeveelheid games en presentaties die we hebben gezien. Ja. Je merkt wel, nog wel van, oké, we zijn een nieuwe periode ingegaan. Iedereen is nu voor zichzelf aan het uitzoeken, hoe gaan we dat opvangen? Nou, Summer Game Fest wil natuurlijk de hele token overnemen. Ook dit jaar is er dat niet gelukt. Nee. Dat kunnen we wel stellen. Wat opvallend is, aangezien er dus geen E3 is. Die werd wel kort van tevoren nog redelijk afgezegd. Dus wie weet wat er nog allemaal liep. Maar de Xbox-presentatie was voor mij een ouderwetse E3-presentatie / persconferentie. Behalve dan dat we niet in de zaal zaten. Maar gewoon het tempo, de show zelf, de games die we hebben gezien, nieuwe games die we hebben gezien. Nee, dat deed me gewoon heel erg goed. En sowieso over alle persconferenties genomen. Ik heb genoeg hele vette games gezien die ik de komende tijd echt moet gaan spelen. Ja, nee, ik denk dat we die conclusie wel mogen sluiten. Er zit genoeg bij. Ik denk ook niet, als ik dit nu zie, en inderdaad de Summer Game Fest, goed dat je dat zei, dat de E3 gaat terugkomen. En waarom denk ik dat niet? Omdat inderdaad Summer Game Fest was alleen. Dus in principe zouden partijen daar al hun groot vuurwerk kunnen hebben neergelegd.
Hebben ze niet gedaan. Er zaten zeker wel leuke dingen bij. Maar ik denk, wat was er misschien al verkocht tijdens aan de E3 en dergelijke? Maar ik denk dat ze daar ook niet meer. Ik denk dus dat die partijen, de grote partijen, de PlayStation, de Nintendo's, de Xbox'en, de EA's, Activision, allemaal zitten van, we gaan dat zelf doen op ons platform. Of een eigen showcase. Of ik, in ieder geval van Activision, doe ik dat gewoon bij Xbox. Of ik sluit een dealtje met PlayStation, want dan krijg ik gewoon meer visibility dan op een Summer Game Fest. Het gaat er niet om het geld. Ze hoeven geen slots te kopen. Die aandacht kunnen ze zelf wel genereren. Dus daarbij denk ik gewoon dat dat niet voor dat dat klaar is. Maar dan zeg jij dat er ook geen toekomst is voor Summer Game Fest. Ik denk niet dat het zo groot gaat worden. Ik denk dat gewoon een aantal partijen niet meer gaan meedoen daarin. Niet hun grote kanonskogels daar gaan neerzetten. Ik denk echt dat ze die voor hun eigen showcases gaan bewaren. Misschien krijgen ze af en toe een snippertje. Het is jammer voor de indies en voor de AA-titles. Want die hebben dit wel nodig. Maar ik denk dat je ook hebt gezien bij zo'n PC gaming show of The Future, waar dat kleine gut bij elkaar komt. Daar zit zoveel middelmaat tussen. Ik word dan niet zo snel vrolijk meer. Ook al zit er misschien iets leuks tussen. Het slaat bij mij een beetje dood. Dus ik hoop dat we volgend jaar wel zo'n moment krijgen in juni. Dat iedereen even laat zien wat hij heeft. Want dat vond ik wel tof. Wie weet zitten wij in een bubbel. De Game Kings bubbel. Mede vormgegeven door een hartstikke leuke feest bij Blast Galaxy. Dat ik het idee had, en dat voelde ik ook in de community, dat iedereen zin had om het te kijken. Want de kijkcijfers waren bij ons net zo goed als de afgelopen jaren. Ja. Mensen vinden het nog steeds leuk om even te zien, wow, dat komt eraan, dat komt eraan. Nee, dat vond ik kut. Nee, dat was vet. Ja, waarom dan? Bla, bla, bla. Dat is gewoon fantastisch. En één State of Play ergens in oktober die op zichzelf staat, doet dat gewoon niet. Het zou wat zijn als je dat op een bijvoorbeeld een nieuwe locatie in één week tijd of in anderhalve week tijd een keer of drie kunt opzetten. Het maakte, ik moet zeggen, het maakte voor mij die beleving toch echt nog iets bijzonders. Ja, iets bijzonders, weet je wel. Gewoon daar met 200 plus gelijkgestemden gewoon kijken naar die nieuwe shit, weet je wel. Hoe zo'n fable opeens gestalte krijgt, als het ware. Mm-hmm. Tof. Gewoon een reactie ook van die mensen. Ja. Er is gewoon een heel groot verschil als je mensen in de chat ziet zeggen van, ja, vet. Of dat je iemand naast je hoort, woe, yeah! Is wel zo. Ja. Het is een groot verschil. Het is wel lastig om publiek, om een show te, laat ik zeggen, een show maken voor mensen thuis. Is denk ik wat makkelijker. Want dan kan je weg met trailers en vooropgenomen beelden dan met een publiek. Want Summer Game Fest vond ik leuk. Vond ik tof. Ik denk omdat Jeff Keighley gewoon nu wel het in zijn vingers heeft om iets te presenteren. Dus dat kwam redelijk losjes over. Ik denk dat je bij de Ubisoft, bij UbiFort ook hebt gezien wat er gebeurt. Als je het niet goed doet, dan wordt het cringy as fuck, weet je wel. En het sloeg helemaal nergens op. Je zou toch inmiddels wel mogen verwachten dat ze het een beetje snappen. Nou, ik vraag me af of... Ja, er zijn echt wel mensen daar die dat moeten snappen. Kom op, nou ja, volgens mij is Leon... Ik kan me niet voorstellen dat Leon hier voor verantwoordelijk hij is. Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij hier verantwoordelijk voor is. Want hier zou je nooit voor tekenen. Maar laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen echt wel binnen Ubisoft die snappen. Dit is niet the way to go. Dit was zo bizar slecht. En dan heb ik het niet eens over de inhoud. Al kan je daar ook nog over discussiëren. Tuurlijk. Maar gewoon puur die show. Het is die gouden regel. Show, don't tell. Weet je wel. Yeah. En het was eerst de hele tijd. En dat was ook met die Star Wars stuff. Weet je, ik ga niet al te veel lullen. Jullie gaan hem zien. En vervolgens gaat die gast 10 minuten zitten lullen. Ja. Op een tempo waar je echt bijna in slaap valt. In een raar Frans accent, wat ook nog eens afleidend is. En dat hadden ze bij elke game, die gast van The Crew 2. Ja, identito. Wat doet hij daar? Murderfest noemde hij dit. Daar hebben wij in een eerder item, Team Zuur, hebben wij daar ook uitgebreid over gediscussieerd. Nee, het is een vak apart om een goede mediashow neer te zetten. Maar en dat weten ze toch? Dus hoe kan zoiets dan nog steeds gebeuren? Nou ja, dat is dus... De French Canadian Pride, om gewoon maar... Maar zou dat het zijn? De verantwoordelijke mensen daar neer te zetten van... Ja, wij zijn... Want we waren allemaal de game directors, wij zijn onze toch? Game... Wij zijn de game directors inderdaad. Het waren allemaal de game directors. Dus, ja. Dus die zijn echt te trots van... Nee, ik wil het zelf doen. Ondanks dat ik een grijze muis ben in een fucking bloesje. Ik denk dat ze gezegd hebben, jij gaat dat gewoon doen. Ja, dat is debiel. Ja, het lullige is dat Ubisoft heeft het wel gekund, want... Aisha Taylor. Zij hebben echt hele leuke shows neergezet. Dat is een presentator.
Ja, dat nee, is het hele punt. Je moet een presentator exact. Neerzetten. Zij snapte wat goed werkt is, die developers, dat is prima. Alleen die kunnen niet iets dragen. Die moet je helpen. Daar moet iemand bij staan die het opvangt als iemand helemaal... wat moet ik nu zeggen? Zij deed dat leuk met humor, grapjes en dat was tof. En nu begonnen ze weer met een dansje. Dat je denkt, oh, kijk, een dansje. En dan die rare cuts die erop een bij... Woep, en dan zat je weer in een trailer. Het was echt fucking weird. En dat zorgde ervoor dat ja, jezus man, in al die chats, ik heb meerdere chats gevolgd, ook van Ubisoft, het kanaal zelf. Het ging alleen maar over die Franse taal de hele tijd en die grapjes. En dan gaat Yves Guillemot ook nog Star Wars Outlook zetten. En... ik hoorde het. God damn it. Wat, ja, nou goed, maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit, want ja. Als er een jaar is waarin Ubi de brokstukken had moeten oprapen, zeg maar, na de afgelopen 2 jaar, met alle ellende die zich daar achter de coulissen afspeelt, ja. Was het nu geweest, weet je wel? Ja. Je had nu of gewoon met de billen bloot moeten gaan, of ja, je had gewoon echt met een hele sterke presentatie moeten komen. Heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn, ik vind inderdaad, de noodklok was al geluid en een paar jaar geleden moest alles al omgedraaid worden en we moesten weer de goede kant op en noem het allemaal maar op. Ja, sorry, ik heb deze presentatie gezien en er zat best wel wat leuks bij hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar als ik het gewoon vergelijk met de voorgaande jaar, er is een dalende lijn ook gewoon. Ja, het is een beetje creatieve armoede. Je ziet duidelijk dat dit bedrijf geen risico's meer durft te nemen. Omdat ze het water staat ze een klein beetje aan de lippen. Dus ze gaan alles op veilig, dus alles op Assassin's Creed, alles op vervolgen. Waarbij ik me nog afvraag of deze Assassin's Creed Mirage, of dat het hem nou is, weet je wel. Eerst vonden ze dit helemaal kut, want het moest open wereld worden. Nu gaan ze weer terug, want fans willen het. Het ziet er een beetje ouderwets uit. Ik ga het wel spelen, maar dit is niet woe, weet je wel. Het enigste wat ze hadden, en daar ga ik nu even naartoe, denk ik... Dit is gewoon een snack voor tussendoor, toch? Ja, maar dat had het natuurlijk niet moeten zijn. Ik bedoel, dit ja, je mag meer verwachten, daar ben ik wel met je. Ja, Avatar wil ik al helemaal niet meer laten zien, want ik zou niet weten wat ik... Of vind jij dat heel erg vet, Koos, Avatar? Nee, dan ben ik wel... Kijk, het enige wat we, denk ik wel, met z'n allen... Ja. Van overtuigd zijn van oké, hier zit wat. Hier zit iets in. Dit kan wel eens heel erg leuk gaan worden. Ja. Is Star Wars Outlook. Want ik blijf het nu gewoon ook voortaan zo noemen. Het heet gewoon Star Wars Outlook. Dit voelt ook een beetje alsof we de eerste keer de Division te zien kregen, zeg maar. Van hey, wow. Ja, oké, is uiteindelijk al niet helemaal geworden. Nee, ik wou dat zeggen. Bedoel je dan positief of bedoel je dat negatief? Want dan kan je twee kanten op uitleggen. Nou, niet precies. Nee, het kan nog twee kanten op met deze game in principe. Ja, weet je wel? Zeker. Maar gewoon het gevoel van hey, kijk, Ubi komt met iets groters dan wat we eigenlijk al kennen, weet je wel. Nou, en er gewoon wel een vette IP waar dan een Lucasfilm bovenop zit. Wat om een of andere reden, en dat zei ik, ik weet niet meer in welke presentatie dat zei, ik mis een beetje de X-factor af en toe. En dat lijken ze met deze IP dan natuurlijk wel in handen te hebben. Lucasfilm die er nauw bij betrokken is. Het voelt voor mij, het gaat gameplay technisch, het gaat echt niet mindblowing worden. Maar ik denk dat het gewoon een hele toffe, Uncharted-stijl avontuur gaat zijn in het Star Wars-universum. Waarbij je verschillende voertuigen kan besturen. En daar ben ik best wel down voor. Ja, het is wel... Het ziet er fenomenaal uit. Ja, trouwens. Nee, absoluut. Het is natuurlijk raar. En dat is natuurlijk de verandering bij Ubisoft. Waar een aantal jaren geleden, ik heb het al volgens mij al eerder item gezet. Elke game die Ubisoft bracht, stond altijd bij ons in de top 3. Van The Wolf, de top 5, weet je wel. Iedereen vond het vet. Far Cry, Assassin's Creed. En in één keer is dat helemaal weg. En nu, en ik zag het ook, dat Koos was er aan het twitteren met iemand over van... Of misschien was het wel met Yui van... Dat je bijna niet gelooft dat dit goed kan gaan. Of dat het toch weer niet generieke Ubisoft shit komt. In die fase zitten ze. Er zit een soort stigma nu op, weet je wel. En dat kan ook best, hoor. Want je ziet bij al die Ubisoft games, zie je wel gewoon... Oh, dat is een beetje uitwisseling, een beetje Assassin's Creed. Oh, die techniek hebben ze daarvan, die techniek hebben ze daarvan, die techniek hebben ze daarvan. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat dat qua gameplay precies zo gaat zijn. Ja. Ik denk dat we daar echt geen wonder hoeven te verwachten. Maar als we dat weten te verpakken in een mooie wereld, met een tof verhaal en vette cinematics, zoals je ziet ook hoe het is gemaakt. Dus echt een Uncharted-stijl cinematics hebben ze hier in de game gestopt. Ja. Dan kan je daar wel mee wegkomen. Alleen maak het niet 500 uur lang om alle subquests en dergelijke allemaal te voldoen. Nee. Dit lijkt zo'n game te worden waar je 40 tot 60 uur in kunt steken. Ja, vind ik al meer dan zat, hoor. Echt, ja.
25 uur was ook prima geweest. Wellicht wordt het dat, weet je wel. Ja. En dan zal de liefhebber van dit soort open world-achtige games en de Star Wars franchise liefhebber, die zal hier dan een prima tijd mee hebben, denk ik. Precies. Nou ja, dit redde dan nog een klein beetje de UB Forward. Verder rest wil ik ook niet te veel woorden aan vuil maken. Ja, Prince of Persia, Prince of Persia vind ik echt, ja. Dat heb ik ook al eerder bij Team Zuur item gezegd. Ik begrijp die backlash niet die deze game krijgt. Ik vind het echt tof uitzien gameplay-wise. Ik denk niet zozeer dat deze game backlash krijgt. Want ik denk als mensen kijken naar de gameplay. Mm-hmm. Het ziet er echt tof uit. Het lijkt heel tijd te besturen. Toffe combat zit erin. Alleen, ja, ik denk dat mensen een AAA-titel willen van Prince of Persia. En dat willen ze al heel erg lang. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien, we hebben een of andere, was dat de gare remake die het we zagen? Een remaster volgens mij. Maar ja, die is van Sense of Time. Die staat nog, die is weer terug. Back to the drawing board. Ja, maar die was eerst gecanceld. Maar hoe die er ook uitzag, dan zie je van, ja, Ubisoft toont helemaal geen liefde voor deze franchise. Nee. Want ze waren, als het niet aan de backlash had gelegen, waren ze gewoon van plan dat uit te brengen. En dat had echt niet gekund. En dit ook. Ik denk dat de gameplay-wise heel vet is. Ik denk alleen dat het van origine misschien niet eens een Prince of Persia game was. Mm-hmm. Maar ja, waarom niet? Ik bedoel, als het een goede game is, is het een goede game. Ja, ik denk dat het een snack game gaat worden. Ik denk 30 euro... uurtje of 7, 8 en dan ben je er doorheen. Maar goed. Hij gaat niet 80 euro zijn, mag ik kopen. Nee. Dus, misschien het stijltje of zo. Ik zei het al in Team Zuur. Ik vind het een beetje Fortnite. Weet je, de stijl vind ik ook niet heel cool. Is maar niet mijn stijl. Maar gameplay-wise lijkt me dit inderdaad ook best wel een interessante game. Maar goed. Ik wil even dan toe naar de games. Want dat is het natuurlijk van. We hebben het nu een beetje zakelijk bekeken. En. Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om smaak. Wij kijken ook, net zoals jullie thuis, gewoon als gamers van, oké, wat wil je spelen? We hebben het er vaak over gehad. PlayStation, Koos die vindt Spider-Man vet, Koos vindt Final Fantasy vet, dus voor hem komen de vette games aan op PlayStation. Als je er niks meer hebt, heb je daar weer een probleem. Die zit bovenaan het middensegment, hoor. Die staat niet in de top. En Final Fantasy niet? Nee, Spider-Man niet. Ja, oké. Okay. Final Fantasy welke wel. Games... Op jullie persoonlijke smaak heb je nu gezien dat je denkt, fuck, die staat nu echt, heb ik eventjes gewoon met dikke zwarte letters in mijn agenda gezet. Want dat vond ik echt heel erg weet. Ze stonden er al een beetje in, maar ik was echt dolblij met Cyberpunk, Phantom Liberty, iets omhoog. Je bent er al voorbij. Kijk, bam, daar staat hij. Daar staat hij, ja, same. Ik ook. Ja, dit zag er heel vet uit. En ik vind dat ze het goed doen met die celebrity cameo's. Ik bedoel, Keanu Reeves was natuurlijk een gouden greep. Ik denk in dit geval Idris Elba gaat wederom een gouden greep zijn. Zeker. En ook als je mag geloven, mensen die al aan de slag zijn gegaan met de game. Dit is wat Cyberpunk had moeten zijn toen die uitkwam. Dus ze gaan ook de base game volledig aanpassen. Waarom hebben ze dat niet gezegd tijdens die presentatie erbij? Want iedereen maakt daar een blik. Ik zie overal mensen. Oké, ik ga hem weer overnieuw spelen. Ik denk dat het ook nog steeds een beetje pijnlijk is. Weet je wel? Want dan geef je ook nog steeds toe dat de game nog steeds 2,5 jaar na dato nog steeds niet was wat het had moeten zijn. Point taken. Dus ik kan me daar op zich wel redelijk in vinden. Het is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Maar dit ziet er echt fantastisch uit. En weet je, ik ben nu al heel tevreden met Cyberpunk. De staat waarin het nu verkeert. Maar dit belooft gewoon alles en meer te zijn. Ja. Ik hoop alleen wel, en daar hebben ze volgens mij nog niet zo heel erg veel over gezegd. Gaat het een Witcher expansion zijn? À la 35, 40 uur gewoon single player campaign? Of zijn we hier na 7, 8 uurtjes doorheen? Dat weet ik niet. Ik denk dat het er een beetje tussenin gaat zitten. Ja, ik denk 20, 25 zo. Ik denk wel dat dat ze dat team hebben moeten minimaliseren vanwege de ellende met het eerste deel. Dus ik denk dat alle handjes. Ja, maar ja, er zouden twee expansions komen. Ja, dan komt het is er nu nog maar eentje. Nee, ja, precies. Dus ze hebben het. Ja, nou ja, wie weet is dat al zo, hoor. Ja, ik kijk hier enorm naar. De prijs is toch ook bekend? Gewoon 3 tientjes of zo, hè? Dat weet ik niet. Ja, volgens mij was het 3 tientjes voor deze DLC. Dus dat, ik denk niet dat het dan 30, 40 uur gaat zijn. Maar als dit 15, 20 uur is, dan graag, weet je wel. Ja, en het ziet er gewoon uit als een hele coole fucking spy thriller. Ja. Dus ja. Ik vond het tof. Marketingrechten liggen bij Xbox, dus vandaar dat hij ook daar te zien was. Maar goed, het is wel een leuk statement wat ze weer maakten. Boris zei ook al terecht. PlayStation was vrij radicaal toen Cyberpunk gewoon heel slecht was. Heeft eigenlijk niet echt veel gecommuniceerd. Heeft meteen gezegd, oké, je kan je geld terugvragen. Xbox weet je wat ik wel een beetje irritant vond daar? Ja.
Want PlayStation, die maakte echt gewoon echt een voorbeeld, stelde ze aan Cyberpunk, ja, door die shit eruit te halen. En Gollum, waarom zat hij wel gewoon in de PlayStation Store dan? Kunnen we toch eerlijk over zijn dat hij een veel slechtere staat is dan überhaupt Cyberpunk ooit is geweest? Omdat ze daar waarschijnlijk marketingrechten mee hebben. Ja, nee, zo zit het spelletje wel in elkaar inderdaad. Ja, vind ik niet helemaal netjes. Nee, ik pak meteen even een andere game die denk ik bij iedereen wel goed is binnengekomen. En dat is natuurlijk Starfield. Ja, absoluut man. Het grappige is dat iedereen is een beetje best wel overwhelmed. Maar ook mensen hadden het meer over de negatieve mogelijkheden. Van gaat dit wel lukken? Gaat dit wel kloppen? Wat gaat er fout? Dan dat ze er helemaal happy was. Zo ambitieus is dit spel. Het is insane. En ik zie dat ook vooral heel veel op social media van dit kan toch niet waar zijn. De 30 frames per seconde, wat om meteen zo van, dat kan niet. Nou, hebben ze nu netjes uitgelegd waarom het is. Dat het echt een keuze is. Ook omdat, ik kan het niet helemaal goed uitleggen, maar die wereld toch is zo groot. En hij maakt overal contact mee. Dus het is gewoon te ingewikkeld dan om dan ook nog eens een keer die... Ja, luister, drie jaar geleden waren de consoles mid-range PC's. We zijn 3 jaar verder. Ja, zijn nu low-end PC's. Maar dus goed. Ja, ze moeten toch die shit gaan uitbrengen. Op PC is die gewoon 60 fps of meer, als het goed is. Nee, maar ik denk dat dit wel een probleem gaat worden als we hier codes voor gaan krijgen. Want iedereen wil dit bij ons uitproberen. Ik denk dat er niet iemand is die zegt... Ik denk dat het geen flikker uitmaakt, want die shit komt gewoon op Game Pass. Nou ja, fucking hell, ja, inderdaad. Dus, hier helemaal, bam. Dan speel ik hem wel liever op PC. Ja, oké. Okay, ja, ik heb dingen zoals Ultimate. Ja. Ja. Oh, jezus, ja, heb ik nog niet eens over gedacht. Ja, insane. Dit was ook nodig. Er waren heel veel vragen over van wat is het nou voor game? Hoe werkt het allemaal wel? Dit en dat. Ze namen er wat mij betreft misschien iets te veel tijd voor. Hè? Ze gingen heel diep in om allerlei dingen die ze van mij niet hadden hoeven uitleggen. Ja, vond ik mooi. Vond ik echt mooi. Omdat we, weet je, we hebben heel lang gezegd, ja, dit wordt gewoon een Fallout. Dus het gaat niks bijzonders worden. En het gaat gewoon vet worden hoor. Maar je zal niet weggeblazen worden. En ik denk, juist omdat we zo ontzettend tijd hebben genomen en zoveel dingen ook hebben laten zien. Want een van de grootste kritieken ook bij die eerste trailer was, het ziet er gewoon niet zo heel erg mooi uit. Nee. Vooral toen we dat shot kregen in die stad, dat zag gewoon PlayStation 3 kwaliteit uit. Al die planeten waren vrij leeg. Wel heel stijlvol, maar heel leeg. Ja. Ja, nu zagen we echt veel meer gevarieerde omgevingen. We zagen een jungle planeet. We zagen veel meer... Er is gewoon veel meer gaande. En het ziet er mooi uit. De lighting is aangepast. Ik had ook wat screenshots naast elkaar gezien. Nee, die game heeft echt grote stappen gemaakt. En gelukkig is die uitgesteld. Ja. Ja. Nee. Mijn vermoedens werden overigens wel bevestigd. Ik ben gewoon bang dat deze game te veel gaat bieden voor mij. En de tijd die ik aan games kan besteden. Dat is wel een probleem, man. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, er komen gewoon te veel hele goede games uit. Die allemaal 40, 50 uur. En dit zijn honderden uren zelfs. Wellicht. Ja. Nou, maar ik hoop dus ook dat er een manier is zonder alle opties af te gaan, zeg maar. Zolang ik niet word verplicht om alles tot in de treuren te doen. Het farmen voor fucking metalen in rotsen en shit. Als ik dat niet te veel hoef te doen en toch progressie kan boeken. Ik denk dat kan. Ik mag het hopen. Ik denk dat je dat simpelweg moet doen. Wil je dingen gaan craften, dingen gaan bouwen. En als je dat niet wil, kan je denk ik gewoon, hoop ik ook, samen met jou, gewoon de campaign voeren. Ja, niet dat ik daardoor tegen een bepaalde level wall of zo oploop, weet je wel. Dan heb je bent toch underleveled, je moet iets meer gaan farmen en iets meer planeten nog afgaan. Want dan ben ik bang dat ik op een gegeven moment ga afhaken. Deze game is inderdaad, wat je zegt, overwhelming. En nou, het is, ik zal mij benieuwen of ik hem kan behapstukken. Nou ja, het biedt hele goede mogelijkheden voor DLC, Season Pass, al dat soort dingen natuurlijk. Hè. Met zo'n grote wereld kun je allemaal mooie nieuwe verhaaltjes erin gaan weven. Dus en dat doen ze bij Bethesda. Dus ongetwijfeld, dus dat gaan we ook. Een andere, denk ik, een van de grotere games die we hebben gezien. Vooraf kwam je nou wel, kwam je nou niet. Nou, het was meteen als eerste raak Fable. Hoe lang ik erover nadenk, hoe ontevreden ik word over deze trailer, omdat ik niet weet, ik wil meer weten. Ik ben nu eigenlijk geteased met iets van, ja, oké, ik had graag iets gezien van die game. Ze zijn hier al lang mee bezig en als dit dan alles is, ik weet het niet. Ik ga het vet vinden hoor, maar ik had gewoon graag gezien van, ook hoe werkt dat dan, die dynamiek tussen de moderne tijd, maar toch ook Fable.
Ik moet zeggen, ja, het is niet mijn type game om heel eerlijk te zijn. Ik weet dat Jelle hier helemaal gek van is. Ik weet niet, ben jij een Fable? Ik heb Fable 3 wel gespeeld op de Xbox 360 toen. Was vermakelijk, maar ik geloof niet dat ik 1 tot en met 3 helemaal heb doorgespeeld. Het is nooit helemaal mijn ding geweest. Neem niet weg dat ik wel benieuwd ben naar de richting die ze uitgaan. Werelden zien er wel heel vet uit trouwens hoor. Ja. Dat mag gezegd worden. En ja, Playground Studios, ook hier weten ze weer perfect mooie graphics eruit te knijpen zeg. Nee, dat is ook opmerkelijk gewoon. Althans, mensen waren nog niet zo overtuigd van de graphics van de Xbox games. Nou, afgezien van Avowed, die er gewoon niet goed uitzag. Er staat in game, en ja. Ik kan geloven dat sommige dingen in game zijn, maar bij andere dingen denk ik ook van, dit is niet in game, dit is in engine. En ik hoop niet dat ze daar oneerlijk over zijn. Nee, ja, dat weet je tegenwoordig nooit, want het wordt geschmiegeld als een gek. Goed, zijn er nog meer games die jullie willen noemen? Je noemt Avowed. Ik zou die graag... je wil nog een Avowed? Mensen waren daar redelijk over teleurgesteld. Ja, misschien was het omdat ik het op het grote scherm zag. Ik zou graag het gewoon nu eventjes in, weet ik veel, HD, 4K, whatever the fuck, zou ik het willen zien. Ik heb hem de volgende dag gelijk weer teruggekeken. Ik kon me wel vinden in de kritiek van de mensen die ik heb gehoord. Ik moet zeggen het is gewoon echt een andere game, lijkt het te zijn, dan dat in eerste instantie een beetje voorgesteld werd. Ja, het leek een beetje in Als je Ctrl-F doet, studio? Als je doet Ctrl-F, dan kan je gewoon zoeken. Ctrl-F. Oké. Okay. En dan nu Avowed intypen, dan kom je er denk ik vanzelf. Ja, kijk, daar staat hij. Hoe heet de studio ook alweer? Obsidian. Obsidian inderdaad, ja. Het leek een beetje de Elder Scrolls take van Obsidian te worden, als het ware. Afgaand op die trailer van 1-2 jaar geleden. Zou het niet zo zijn dat ze een beetje een fout maken als BioWare, met te veel dingen bezig? Hè? Ze zijn met Grounded zijn ze nog steeds aan het doen. De Outer Worlds 2 schijnt er ook ergens in de planning te zitten. Dit weer. Die hebben ze al aangekondigd. Dus, Het is natuurlijk een heel ambitieuze studio, maar je kan ook soms te snel gaan dat je talenten een beetje gaat hergroeperen. Ik zeg niet eens dat het een slechte game gaat zijn of zo. Ik denk alleen gewoon, iedereen dacht dat het een hele andere game zou zijn. Ja. En het voelt meer alsof het een soort van Sea of Thieves gaat worden. Alleen dan met Magic in de Medieval. Een beetje die EA Immortals die eraan zitten komen. Gewoon, een riddertje met magie. En dat was wel een beetje de rode draad, van mijn gevoel, de afgelopen paar weken. Riddertjes met magie. En Medieval zitten ze in, hè? Ja. Als het is, ik weet niet, het is heel erg aanwezig de laatste tijd weer. Hebben jullie een afstandsbediening hier liggen? Want die tv gaat uit. Oh, de tv is gedaan. Ik heb hier geen afstandsbediening liggen. Okay. Nou ja, goed. Nou, ga maar gewoon door dan. Ja, we hebben daar ook nog een televisie. Ik zie het nu ook wat strakker. Ik heb natuurlijk bij Blast zitten kijken. Dan gaat het op een beamer. Dat ziet er altijd net even wat anders uit. Maar het ziet er minder episch uit. Ja. Gewoon die eerste trailer zag er zo belachelijk episch uit. Ja. En ten eerste, het ziet er niet zo heel mooi uit. Mm-hmm. Dat moet ook gezegd worden. Al zijn veel Obsidian games dat nooit echt hoor. Nee. Maar dat idee hadden we wel. En dit ziet er dan weer heel kut uit, dit ook, weet je. Want er zit dan ook wel weer hele mooie gedeelte. Heel Elder Scrolls hier. Ja, inderdaad. Een beetje ja. Houterig, niet super vloeiend. Nee. En dit hebben we natuurlijk ook allemaal al wel vaker gezien. Dit soort verschillende magical abilities. Het lijkt een beetje een soort van de B-product van Obsidian te zijn. Terwijl ik toch wel had verwacht. Ja, ik denk dat als jij de Outer Worlds erbij pakt, dan ziet dat er echt niet zo heel veel beter uit. Nee. Nog een game. Is er nog iets wat je denkt van, fuck, wat was dat voor PlayStation? Mag er ook bij. Ja, Final Fantasy VII Rebirth. Die vond ik wel heel lijp. Wat was ook alweer? Control? Ctrl-F? Ctrl-F, oké. Okay. Kijk, en dan krijg je Final Fantasy. We hebben natuurlijk twee Final Fantasies gezien. Final Fantasy 16, die zeer binnenkort uitkomt. Ja, Evercrisis, maar fuck die shit. Die tel ik echt niet mee. Maar dit is live action. Ja, dat is 16 nog. Ik had het over 7 Rebirth. Overigens 16. Oh, jij wilt 17 Rebirth zien. 7. Ja, 7. 7. Ik denk Rebirth. Dat ze misschien 7 gewoon schrijven. Of als je gewoon Rebirth type, dan vind je hem denk ik wel. Gaan we gewoon even opzoeken hoor. Ja, zal ik even Final Fantasy weghalen en dan alleen Rebirth zoeken. Dan nee, zo lukt het wel joh. Nee, want daar gaat precies in die volgorde gaat hij het zoeken. Oh, en denk omdat je misschien nu nog een spatie ervoor hebt. Wat verdomme jongens. Nee, dat staat er niet bij. Oké, dan ga ik even naar beneden. Vind je die nog vetter dan Final Fantasy
17, die eigenlijk 16, die 22 juni aankomt. Ja, ik ben altijd getallen kwijt met die motherfuckers. Nee, dat denk ik niet. Maar ik vond het opvallend vooral dat het bijna een marketing uiting was van deze game komt op twee discs. Terwijl de afgelopen weken en maanden hebben we wel eens gehoord over games die veel te groot zijn en dat daar kritiek op komen. Mm-hmm. En hier, nee, bij hen was het gewoon bijna een feature. Op twee discs en 250 gig, jongens. Dit zijn Call of Duty-achtige taferelen, joh. Ja, het is niet de remake, het is Rebirth. Ja, deze is het Summer Game Fest trailer. Dus als je moest kiezen, als je er maar één mocht spelen, dan zou het deze zijn geweest. Ja, ik ben zo heavily invested al in dit verhaal. En ik vind het zo interessant wat ze doen met de remake van de serie. Wat niet een remake is, maar dus een alternatieve take. Maar die wel het oude honoreert, zeg maar. Dat is nog steeds gebeurd. En dat is een soort van Destiny. Dus daar ben ik wel echt heel down mee. Maar ik ga je ook heel eerlijk zeggen, ik heb vanochtend Final Fantasy 16 gespeeld. Ja, de demo, ja. Ja. Oh, nee, maar dat is echt... Hengelen. Dude, dat is, maar dan heb ik het niet eens over gameplay of whatever the fuck. Maar shit, alleen al die gebeurt in de eerste twee uur. Wauw. Ja. Ik bedoel, ja, er wordt gezegd... Niets van spoilen. Nee. Maar er wordt gezegd dat ze hevig leunen op Game of Thrones. Is dat zo? Ja. Maar die shit is legit. Oké. Ze gaan echt hard erop. En het werkt ook nog wel goed. En deze. Ja, Final Fantasy 7. Ik wil meer hiervan. En dit lijkt ook wel echt in alle opzichten groter te worden. Deze komt dus ook niet op de last gen consoles. Zoals Remake natuurlijk wel kwam. Dit is echt next gen only. PS5 komt natuurlijk ook nog naar de PC. Helaas geen Xbox. Maar je ziet ook hier, deze game is in alle opzichten groter dan het deel daarvoor. Je zag al bij een paar questmarkers. Hier zit 1,3 kilometer, maar ik zag al een questmarker van 11 kilometer. Oh. Dus ga jij maar 11 kilometer lopen in deze game. Waarschijnlijk kan je ook fast travelen en je hebt je chocobo's. Ik wou net zeggen. Maar dat laat wel zien dat de ambitie bij deze een stuk groter is dan het eerste deel. Wat natuurlijk nog op PlayStation 4 moest uitkomen. Ja. Daardoor er ook een stuk gemarkeerd was. Hoeveel delen gaan die uiteindelijk van komen? Ik ga uit van 3, maar je weet het nooit bij Square. Final Fantasy 7 is wel echt de meest uitgemolken Final Fantasy uit de hele reeks. Ja, dus... maar als ze het op deze manier doen... daar ben ik ook fine mee. Helemaal maar, prima. Maar ze doen ook Ever Crisis, weet je wel, en dat soort dingen. En dan, dan heb ik zoiets van, dat hoeft voor mij niet. Ik zit nog even na te denken, in nagaan, Summer Game Fest, wat was daar nou echt een game die er bovenuit stak? Nou, die waren er niet echt. Had je nou de Lord of the Fallen? Waar werd die nog getoond? Dat was bij de PC... PC Game Show, volgens mij. Ik dacht ook dat het bij Future Game Show was. Future Game Show, dat bedoel ik, ja. Maar daar had ik alleen maar wat korte gameplay gezien. In. Mm-hmm. Maar ja, dit spreekt me toch... Dit is wel van heel alle games, ding, denk ik dat deze mij toch het meest aanspreekt. Ja, meer nog dan Lies of P en... Path of the Goddess. Dat denk ik wel. Oké. Okay. En is natuurlijk een wat kleinere developer dit. Dus ben je dan niet bang dat... Nee, maar de Lies of P is dat ook. Kleine Zuid-Koreaanse studio. De graphics zijn belachelijk, hoor. Ja, nou, ik hoop maar dat het ook daadwerkelijk zo uitpakt. Want dit is echt wel... Dit ziet er wel uit als Dark Souls on gameplay. Steroids, zeg maar, weet je wel. Dus ik ben hier heel erg nieuwsgierig naar. Komt al volgens mij vrij snel uit, toch? Of niet? Is dat zo? Of is dat een ander weer? Is het niet najaar? Of eind? Ik weet het niet. Hij zou in 2023 moeten uitkomen nog. Ik weet niet meer. En is dit PC only? Of, Nee, volgens mij multiplatform. Ja, dit is wel duidelijk van een PC afgepakt. Denk ik. Dat denk ik ook inderdaad. Ja. Deze had ik nog niet eens opgemerkt. Dit is wel heel veel. Nee, zo zie je wel. Er is echt meer dan genoeg getoond om bijna iedereen, zelfs Boris, enthousiast te maken voor wat er gaat komen. Ook hij had een aantal titels die hij heel vet vond. City Skylines 2 vond hij heel erg tof. PD3, dat vindt hij dan helemaal het ding. Nee, en Starfield gaat hij ook wel helemaal in op. Dus dat vond ik tof. Even kijken of er nog iets... Ik weet dat er nog iets, wel één of twee dingen waren bij...
Maar het feit dat ik zo moet graven, dat geeft toch ook wel een beetje aan. Er is gewoon heel veel getoond. Er is niet te weinig aan vette games. Want we hebben er nu al een paar uitgekozen die. Nou, daar zijn we allemaal vrij zeker van. Dat worden gewoon allemaal toppertjes. Ja. Ook in de niche, meer niche genres. Echt wel de nodige games. Die building games. MMO en varianten en dergelijke. Hoe heet dat? Die XX zoveel strategy games? Ja. X. Niet X Defiant, hè? Nee, nee. Ik bedoel het genre. Die strategy games. Nee, XCOM. Nee, niet XCOM. Het is XX3 strategy games. Ik weet niet hoe goed. Met bijvoorbeeld vakjes en zo. Een beetje die meer old school strategy games. Tactics. Tactics games. Een beetje tactical games inderdaad. Yeah. Maar er is een X en dan een getalletje. Zo noemen ze dat genre. Ik weet niet. Maar ook daarin worden veel mensen voorzien. Verschillende kleinere, minder toonaangevende genres die. Toch ook wel de nodige dingen hebben laten zien. Ja, ik vond dit leuk. Ieder wat wils. Ja. Toch moet ik wel zeggen wat ik wel gemist heb deze E3-periode, zeg maar. EA. Ik vind het toch gek. Die komen volgens mij binnen een maand met een eigen evenement. Ja, maar hoe heet het? Ze hebben alleen maar Immortal Avenue of Avenue of Immortals. Weet ik. Ja, niemand wilde die shit van ze. Nee. Zelfs ik was heel eerlijk. Wel een beetje geïnteresseerd in het feit van, oké, FIFA loopt op een einde. Ja. We gaan EA Sports FC zien. Gaat het de keerpunt zijn in de franchise? Ja. Gaan ze echt iets anders doen? Of is het, wat ik eigenlijk toch stiekem ook wel, gewoon FIFA 24 alleen met een andere titel? Ik denk dat ze iets rond de Gamescom gaan doen. Want heel vaak zit EA wel bij Gamescom in de buurt. Maar ze hebben al gezegd, we gaan geen... ik ben even een naam kwijt van hun evenement altijd. Ik heb ook altijd FIFA kunnen spelen op de E3, hoor. Ja, nee, ja. Voor ex-videogames bedoel ik. Dat is weer op zichzelf staand genre, joh. Precies. Okay. Turn-based en maar goed, op de wall gaan we straks al die games zien, dus dan kan iedereen het wel toetsen. Ik wil eigenlijk een beetje toe naar de culminatie natuurlijk. Van, dat is een hele flauwe vraag, maar dat is wel altijd de vraag waar het om draait. Wie hebt er gewonnen of wie hebt er verloren? Laten we beginnen met wie heeft er verloren? Ubisoft. Ja. Omdat ze niet delivered hebben op... Ik denk het ook. Ik had... Tot Ubisoft begon had ik PlayStation, omdat er weinig van mijn smaak. Ik vond het niet slecht, ik vond het ook niet goed. Maar Ubisoft heeft wel ten eerste een show die was echt te cringy. Ik heb niet opgelet trouwens. Had Skull & Bones nu een release date? Nee, een beta. Ze gaan nu een beta. Ja, maar dat is toch treurig? Ze gaan een song laten zien en vervolgens geen gameplay beeld. En dan zeggen ze, ja, we gaan een beta doen. What the fuck, man? Maar of die game is er of niet, kap ermee. Maar en ze spelen heel erg op veilig. Ze hadden geen, afgezien Star Wars, het gaat echt wel leuk worden, maar niks. Normaal, vroeger was het altijd wel een nieuwe IP, iets verrassends of zo. Nee, X Defiant is in principe een nieuwe IP. Voor mij was de Future Game Show het meest teleurstellend. Oké, die heb ik dan niet echt gecheckt. Maar. Simpelweg omdat die te lang duurde. Hij duurde echt te lang en er zat te veel shit in die eigenlijk niet thuis hoorde bij zo'n presentatie, maar er toch in zaten, want ze hebben gelapt bij Jeff Keighley. Weet je wel? En, bij Jeff Keighley? Ja. Oh, je had al wel Future Game Show. Is Future Game Show? Ja. Oh, oké, ik begreep het even verkeerd. Gelap bij Jeff Keighley. Sorry, Summer Game Fest bedoel ik. Summer Game Fest. Je hebt helemaal gelijk. Nee, Summer Game Fest. Dat vond ik echt te lang duren. Hmm. En ik merkte gewoon, er zat zo'n middensegment in. Met allemaal shit dat eigenlijk niet daar had moeten zijn. Vier keer dezelfde medieval game ook, weet je wel. En mobile shit. Ja, niemand werd daar blij van. Nee. En hou dat achterwege. Want was die een half uur korter geweest... Ja. Met alleen de wat meer aansprekende titels. Dan had ik 100% Ubisoft. Nee, maar Ubisoft heeft bij een aantal... Ja, die hadden ook een aantal hoogtepunten en hele diepe dalen. Maar bijvoorbeeld hoe ze de gameplay van Star Wars toonden. Dat vond ik wel nice. Zeker. Ja, zeker. Dat spreekt wel vertrouwen uit. Absoluut. Maar voor mij had Summer Game Fest ook wel een aantal titels. Ja, oké. Hey, leuk dat het erbij zit. Maar goed, Ubisoft dus de verliezer. Wie is de winnaar? Xbox, ja. Nou, daar zijn we het verdomd wel met elkaar eens. Terwijl er lang niet... er zaten veel titels tussen die mij minder aanspreken. Ja. Nee. Ook hier was sprake van een zeker middensegment met games die wel erg veel van elkaar weg hadden. Mm-hmm. Maar gewoon
allround was het gewoon een prima showcase. Maar dat zeg ik. Zie sommige mensen zag ik wel echt zeggen: oh, Xbox hebben het gedaan. De Sony en de Rooms. Nee, dat vond ik niet. Ik vond gewoon dat ze de beste presentatie overal hadden. Mm-hmm. Maar dit was. Ze hebben me niet weggeblazen. Ze hebben me weggeblazen met Starfield en de rest was fijn. Nee, maar ze hebben natuurlijk. Het probleem is natuurlijk dat Xbox de expectations laag liggen, omdat hun de vorige edities waren gewoon niet oké. Okay. Laag liggen. Ik heb het gevoel dat die ieder jaar heel hoog ligt. Als er elk jaar gezegd wordt 2 voor 12, 2 voor 12, dan mag je wel. Nee, maar als je de hele tijd, als je als bij wijze van spreken als sportteam niet presteert en opeens presteer je gewoon na behoor, dan is dat. Maar ik vind dat ieder jaar een wordt het extra positief, terwijl PlayStation iedereen verwacht altijd top notch. In dit jaar was het gewoon even wat minder. En dan wordt het dubbel negatief. Ja, nou, maar dat bedoel ik van. Ik vind niet dat Xbox zoveel beter was dan de afgelopen jaren. Nee. Want ze hebben. Ik vind dat ze eigenlijk altijd wel een goede persconferentie hebben. Ook altijd veel games, veel gameplay. Maar de rest was gewoon. Heeft ons niet weggeblazen. Ja. Maar nee. PlayStation was ook zeker niet slecht. Nee. Maar je verwachtte misschien iets meer. Nee, ik kijk niet altijd alleen naar de content. Maar ook naar de uitstraling van het evenement. En ik vond. Xbox daarin, dat plaatje wat Game Pass moet gaan worden, als het ideaal plaatje, is nu weer wat dichterbij. Namelijk goede eigen titels, gevuld straks met Activision Blizzard, Bethesda toppers, met ook nog eens een keer allerlei andere third-party titels die zeggen van, hey, ik vind het wel leuk om bij jou op dag 1 er gewoon op te staan, of na 2 maanden erop. Dat voelde heel erg vol vertrouwen aan. Ubisoft was heel krampachtig bezig om te zeggen, we leven nog en we houden allemaal van elkaar bij Ubisoft, weet je, we zijn one big family. We klappen voor onszelf. En PlayStation zie je gewoon, ze zitten gewoon, die games zijn zo duur, ze kunnen niet meer 4 van dat soort grote titels per jaar. Mensen moeten gaan wennen aan dat het wat minder gaat zijn en ze gaan over naar live service. Nou, dat is voor PlayStation fans ook best wel een beetje vloeken in de kerk, die zijn gewend aan andere titels. Dus die zie je nog een beetje met die identiteit struggelen. En Summer Game Fest, ja, dat is, die kan gewoon overal krenten van pap, uit de pap halen. Alleen, je ziet dus die hele grote partij, die hele grote titels, die zetten ze daar toch niet neer. Die willen ze toch zelf doen. En ik ben bang dat dat niet gaat veranderen. Maar Xbox had het wel echt even nodig na die fucking interview van Phil Spencer, waarin hij zo ongeveer zwaar in de depressie zat. Maar hebben we echt zoveel gezien wat ons weggeblazen heeft? Nee. Ik heb geen één game gezien. Starfield misschien. Ja, Assassin's Creed VR. Dat was ook wel heel vet. Ja, maar Starfield. Nee, dat was niet vet. Nee. Dat was ook kut. Starfield is het enige waarvan je zou kunnen zeggen: oké, dit is. Oké, we zijn nu. Mogelijk gaan we straks een stap verder in gaming. Wat Cyberpunk ook een beetje had. Dat je dacht: van dit kan gewoon niet. En inderdaad, het kon ook niet. Nu wel. Starfield heeft dat gevoel ook een beetje van: holy fucking shit, dit is echt. Next level RPG, dat kan toch niet, weet je wel? En is dat wel zo? Het is niet zo next level, denk ik. Het is alleen heel groot in opzet. Ja, oké, okay, maar misschien is dat een. Maar voor al andere titels, er zaten gewoon heel veel leuke titels die ik wil spelen, maar niet iets wat ik me over 2 jaar nog herinner, als het ware. Ja, dus, als ik mijn top 3 pak met die games die ik had genoemd, dat zijn hele lekkere games hoor. Dat ja, is zeker. Cyberpunk, Phantom Liberty, Starfield en dan Final Fantasy VII Rebirth. Absoluut, er komt in 2023, 2024 weer echt een hoop aan. Goed, zet even in je comments. Wat vond jij ervan? Wie was voor jou de winnaar, de verliezer? En check natuurlijk ook The Wall, want je kunt zelf gaan stemmen. Dan kun je jouw games zo hoog mogelijk laten eindigen. In het weekend krijg je de uitslag te zien.